Welkom bij Ondernemersplein Westland, een programma voor en door ondernemers waarin gezond ondernemerschap centraal staat. Vandaag ben ik op bezoek bij Rien Mussen, ondernemer op bedrijventerrein Teilingen in 's Gravenzande. Mij moet van het hart dat het parkeerprobleem met vrachtwagen een probleem vormt in het Westland en onder andere in 's Gravenzande. En ik moet zeggen, nu ik hier aan kom rijden, is het echt dramatisch. Verder onze vaste gasten Desiree, Mark, de bedrijfsadviseur en de werkzoekende. Hey, ja. Goedemorgen. Welkom. Goedemorgen, dankjewel. Nou, in drukkerij Oldehoven. Ja, dat is hem. Fantastisch. Waar staan we hier nu al voor? Dit is de nieuwste printer in Nederland. Dit is een Nexpress. En deze printer die kan kwalitatief hetzelfde als druk. Maar is wel 100% milieuvriendelijk. Dat zegt nou iets, want bij drukken dan denk ik aan heel veel herrie, aan luchtjes. Maar ik ruik hier helemaal niks. Wij hebben totaal geen chemicaliën. Wij draaien alles op FFC gekut op het bier en alles is milieuvriendelijk. Ik zie hier ook allemaal luchtafvoer. Ja. Dus jullie doen ook nog iets met... Alle interne warmte die gebruiken wij om onze magazijnen te verwarmen. En wordt buiten in een warmte-terugzetcentrale weer teruggewonnen. Behoorlijk duurzaam bezig. Ja, maar dat is de bedoeling. Ja. Hey, je bent naar dit mooie nieuwe pand gegaan. Al die drukkers die gaan naar kleiner, want we hebben minder papier. Drukkerijtjes hebben moeilijke tijden. En onze Jaap die gaat gewoon nog groter. Leg me dat uit. Nou, of onze Jaap nou nog groter gaat, maar we hebben een hele grote stap gemaakt. We zijn hier begonnen 2 jaar geleden met 6 mensen. We hebben er nu 17. En ja, enthousiast wezen en gaan voor die handel. Ja. En ik zie hier natuurlijk een bepaalde trots. Ze zegt, breng het over op klanten. We hebben een enthousiast team. Jij bent genomineerd voor een prachtige prijs, de MKB Westland Palen als prijs. Ja. Heeft je verrast? Ja, dat heeft me wel verrast. Ja. Je doet het niet zelf, je wordt genomineerd. Ja, 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 ja. Dus ik was wel verrast met telefoon. Ja. 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 Maar heb je wel enig idee waarom mensen hebben gedacht, nou, we gaan drukkerij Oldenhoven gaan we nomineren? Nou ja, ik denk dat in het verslag wat ik daarvan las van de nominatie, hebben ze ons genomineerd omdat wij in de tijd dat het in heel drukwerk Nederland slechter loopt, wij doorgroeien. En enthousiast blijven en gewoon innovatief door blijven gaan. De markt voorwezen. Ja. Nou ja, dat kun jij zelf onderschrijven. Dat blijkt ook uit jouw verhaal. Wat is jouw verhaal waardoor jij op 22 juli niet alleen genomineerd bent, maar ook met die beker naar huis gaat? Nou, ik denk dat wij als Westlandse ondernemer, die toch voor heel Nederland en ver daarbuiten produceert, gewoon die prijs moeten hebben. Kijk, wij hebben een heel enthousiast team. We gaan er allemaal voor. Ook in het maatschappelijke doen we heel veel dingen. In sponsoring en wat dan ook. En ja, jongens, kom op. Ja. En de maatschappelijke, kun je daar iets over vertellen? Wat je er allemaal in doet? Nou, wij hebben natuurlijk de grote acties gedaan. Zoals de Trabantjes. En we hebben de Land Cruises gedaan. We zijn sinds kort zijn we hoofdsponsor van de Stichting Bijzonder. Dat is een lunchroom in de Lier. Waar verstandelijk gehandicapten bedienen. Nou, dat zijn natuurlijk heerlijke dingen om daar aan mee te werken. Ja. En als je nu kijkt naar jouw afgelopen jaar, je vertelt een heleboel, we hebben tegen alle verdrukking in zijn wij een innovatie ingestapt. Jullie zijn extreem duurzaam, hebben nieuwe dingen, zoals onder andere deze lijn, waardoor je je klanten kunt bedienen. Waar ben je het meest trots op als je dan na 40 jaar terugkijkt? Ik denk dat we het meest trots op zijn dat we nog overleven. Ja. Als we zien dat er natuurlijk heel veel bedrijven om ons heen gewoon er niet meer zijn, ook van die traditionele oude bedrijven die meer dan 100 jaar bestaan hebben, dan denk ik, maar wij lopen er nog en we hebben nog elke dag werk en we zijn elke dag nog enthousiast bezig. Dat was het. Ook nog wat ambities? Eerst dit goed en dan de volgende stap. En daar heb je al plannen over? De volgende stap die wij willen gaan doen is eigenlijk het beprinten van deuren, van slaapkamers voor kinderen, via IKEA gebeurt dat, maar ook het deksels van laaikisten bijvoorbeeld. Oké. Nou, dat sluit een beetje aan bij een andere hobby. Bij een andere hobby, dat is de uitvaarttruc. Ja. En dus, maar daar zien we ook nog wel een beetje makkelijk. Oké. Nou,
volgens mij iemand die niet stil zit. Nee. Westlander in hout en nieren en een ondernemer in hout en nieren. Zo is het. Nou, weer onwijs lastig voor de jury om straks te bepalen wie je mee mag nemen. Ik heb alleen maar winnaars gesproken. Ja. Ik vind het een prachtig mooi verhaal en wil ik je heel erg voor bedanken. Oké, dankjewel. Ja. Eind januari is mijn winkel online. Dit jaar. Want je hebt gekozen voor een webwinkel. Ja. Wat zijn daar de voordelen aan? Waarom heb je daarvoor gekozen en waarom ben je niet hier mooi in de tuin in Naaldwijk, ik noem maar een zijstraat, een mooie winkel begonnen? Nou, het startkapitaal is best wel anders, denk ik, als je dat gaat doen. Ja, dat is zeker waar. Dus dit is wat, in die zin iets eenvoudiger op te starten. Verder, een winkel die moet elke ochtend om 9 uur open. En elke avond om 6 uur weer dicht. En dan moet er ook iemand zijn. Ja. Dus een webwinkel is altijd open. En ik hoef er niet altijd te zijn. Nee. Dus dat is een heel groot voordeel. Ja. Dus ik kan beter in mijn eigen tijd werken. Jij hebt net aangegeven dat je een ondernemersplan hebt geschreven. Waarom heb je dat gedaan? Omdat je wel een plan moet hebben. En een klein beetje overzicht. En kijk, de helft van wat ik geschreven heb, dat komt in de praktijk niet uit. Maar het geeft niet, ik heb er wel over nagedacht. Ja. En ook, wat zou het nou ongeveer gaan kosten? En heb je dat ook getoetst? Ben je daarmee langs instanties gegaan? Of met je mond, nee, mijn man is ondernemer, dus die heeft er natuurlijk kritisch naar gekeken. Die heeft, die vond het in eerste instantie natuurlijk ook niet goed genoeg. Goed zo, lekker kritisch. Dus toen ben ik... Ja, dan, dat dwingt je gewoon tot nadenken. Ja. En daar staan natuurlijk ook allerlei vragen in. Ja. Ben je ondanks dat plan, hè, daar heb je wat dingen bedacht, tegen dingen aangelopen die je toch niet voorzien had? Ja, elke dag. Noem eens iets. Waarom ben je er aangelopen? Dat. Nou, het was lastiger, veel lastiger om klanten te krijgen dan ik dacht. Okay. Want niemand koopt zomaar iets. Je moet eerst een flyer uitdelen, je moet op een beurs staan, of je moet een advertentie zetten, of je moet korting geven. Maar nooit zegt iemand, oh leuk, ik heb je zomaar gevonden op internet en nu heb ik wat besteld. Nou, je bent nu ondernemer. Wat moet jou in jouw beleving nou als ondernemer absoluut niet doen en wat moet je absoluut wel doen om succesvol te zijn? Je moet niet te voorzichtig zijn. Okay. Want als je te voorzichtig bent, dan kom je nergens. Als je denkt, de Margriet, dat is echt veel te groot en eng. Die neiging heb ik wel een beetje, maar je moet wel jezelf laten zien en wel durven. Want als je een ochtendje tijd steekt in de Margriet en het lukt, dan heb je zoveel klanten bereikt. En als je gewoon de huis-aan-huisbladen in je plaats, daar heb ik ook in gestaan, dat is ook goed. Maar dat kost net zoveel tijd en net zoveel energie, maar je bereikt wel veel minder mensen. Dus je moet gewoon een beetje durven en brutaal zijn en jezelf durven laten zien. En ook durven investeren, wat wel eng is. Ja, waar staat Bretonse-strepen.nl over 5 jaar? Dan hoop ik dat iedereen die van Bretonse strepen houdt, weet dat het bestaat. En bij jou inkoop. En dat ze lekker bij mij inkopen. En misschien dat er ook wat winkels zijn die mijn collectie hebben hangen. Of andere webshops die mijn collectie willen verkopen. Dat heb ik nu ook al. Webshop die ook mijn kleding verkoopt. Oh. Dus je wordt daar ook wel voor benaderd. Dus dan moet ik zelf ook leren. Van, is dat slim of niet? En er is 1 kinderkledingwinkel in Amersfoort die mijn spullen wil verkopen. Daar zijn we mee bezig. En dat zou je wel verder uit willen bouwen. En over 5 jaar heb je dat kantoor in je eigen magazijn. Als alles goed gaat wel. Ja, dat lijkt me leuk. Ja. Je gaat een eigen bedrijf starten. Je hebt je goed voorbereid, een ondernemingsplan geschreven en je bent bij de bank langs geweest. Als je straks een jaar draait, dan is het natuurlijk heel interessant om te kijken hoe je het doet ten opzichte van je branchegenoten. Daarom zijn cijfers en trends belangrijk. Met cijfers en trends zie je in 1 oogopslag hoe jouw bedrijf presteert in vergelijking met je gemiddelde branchegenoot. Het is een uniek overzicht waarin de financiële kengetallen van jouw bedrijf worden vergeleken met de gemiddelde van je eigen branche. Je ziet ook actuele trends en brancheontwikkelingen, waardoor je direct ziet waar kansen liggen voor jouw bedrijf. Alle informatie over cijfers en trends is terug te vinden op rabobank.nl. Daar kun je onder kijk en vergelijk
online je gegevens vergelijken en direct zien hoe jouw onderneming presteert. Door in te loggen met je bedrijfsgegevens zie je onder meer benchmarkgegevens en je kansen en bedreigingen. Ik kijk graag mee naar de uitkomsten van cijfers en trends van jouw bedrijf. Want ik zet mij graag in om jou te helpen je ambities te realiseren. Dus wil je je concurrenten voorblijven? Maak een afspraak met mij of een van mijn collega's. Rien, ik kwam hier met het idee naartoe. Ach, die parkeerproblemen met vrachtwagens, dat valt wel mee. Mm-hmm. Maar ik moet je zeggen, ik kom mijn auto niet kwijt. Het is eigenlijk echt dramatisch. Ja, containers, vrachtwagens. Ja, wat je ziet is realiteit. Hè? Jullie komen midden op de dag en vrij onverwachts overigens. En even een bekijkje nemen naar vrachtwagenparkeren. Ja. Je ziet wat het probleem is. Deze meneer moet laden en lossen. Kan niet achteruit steken naar de laadloszone vanwege het feit dat daar vrachtwagens geparkeerd en gestald staan. Nou, dat is eigenlijk ook het grote probleem waar we mee zitten. We hebben niet zoveel problemen met het feit dat mensen hier parkeren. Dat kan allemaal, dat hoort ook zo. En ze in het ziegebied. Anderzijds waar we wel een probleem hebben is dat er overal vrachtwagens staan die gewoon gestald worden voor langere termijn. Daar ben ik benieuwd naar, want dat weten de kijkers ook denk ik niet zo goed. Wat voor vrachtwagens komen hier? Van bedrijven, particulieren? Door de bank genomen is het zo dat er vanuit de omliggende gemeentes ook hier vrachtwagens gewoon gestald worden. Particulieren plaatsen hun caravan wel eens. Nou, dat kan een dagje, 2-3 dagen is geen punt. Maar ze staan ook gewoon, zoals die vrachtwagens staan, die staan hier al gewoon 3-4 weken gestald. En die komen niet uit de lokale gemeenschap, Schravenzand in dit geval, maar die komen uit Monster, dan wel Wateringen. En die kunnen hier gratis parkeren. En die zetten dat ding gewoon neer, wat ons lelijk in de weg staat. Dat is eigenlijk de kern van het probleem. En dat is iets waar wij op dit moment als ondernemersverenigingen, wij vertegenwoordigen meer dan 100 ondernemers, onder andere ook van Teylingen, daar zijn we aan het kijken hoe we daar een oplossing aan kunnen geven. Samen met de Kamer van Koophandel en de gemeente. Oké, want er moet een oplossing komen, maar ik kan me voorstellen, bijvoorbeeld een parkeerverbod of iets dergelijks, dat zou helpen. Je mag gewoon niet overal parkeren. Eens, ben ik met je eens. Alleen, als je dat doet, dan moet je dat dus niet alleen doen voor de Kernschravenzanden. Dan moet je dat lateraal doen over alle gemeentes in het Westland. Ja. En dus moet je eerst gaan inventariseren hoe je dat gaat oplossen. Want waar ligt de kern van het probleem? Hoe kan je het oplossen en wat zijn de oplossingen? Een van de snelle oplossingen zou kunnen zijn een politieverordening. Hè, dat je zegt van, joh, daar mag je 6 uur per dag parkeren, daar 8 uur per dag, daar alleen 's nachts. Of helemaal niet en daar op lange termijn. Maar dat heeft ook te maken met een aantal andere zaken. Hè. Er zijn natuurlijk ook algemene parkeerverordeningen en parkeerreglementen. Ja. De gemeente die geeft aan van joh, dit kan je hebben aan parkeerplaatsen als je gaat bouwen. Nou, wat doet dan een gemeente? Die zegt van joh, ik heb hier een aantal bedrijfshallen, daar is een parkeerplaats, hoort erbij. Logisch, alleen plan die niet voor de bedrijfsdeur zoals dat nu gebeurt. Nee. Heel vervelend. Maar dat zijn zaken waardoor dus de toevloed aan parkeerders op de vrije plaatsen gewoon veel groter wordt. En dan in combinatie met vrachtwagen het grote probleem geeft. Ja, en jullie zijn nu in gesprek met gemeenten en dergelijke. Ja. En wat voor ideeën liggen er op tafel? Nou, we zijn op dit moment, vorig jaar zijn we begonnen met een inventarisatie. We hebben een inventarisatie gedaan over alle kernen. Ja. Gekeken naar het aantal vrachtwagens, aantal aanhangers, containers en dat soort zaken meer. Naar aanleiding van die inventarisatie, waar overigens Teylingen met stip bovenaan de boven uitkomt. Want daar staan we, hier. Daar staan we nu. Ja. Goed, het is ook wel overduidelijk. die inventarisatie, daar zijn we nu mee bezig. Ja. Alle kernen worden bezocht. Naar aanleiding van die bezoeken wordt er een totaalplan gemaakt. In samenwerking met de gemeente Westland en de Kamer van Koophandel, Logistiek en Transport Nederland. Ja. En nog een aantal andere organisaties, die ik even kwijt ben, sorry. Maar ondertussen zijn er veel is er een toevloed van organisaties gekomen die zich daarmee willen bemoeien en die ook belang hebben daarbij. Nou, naar aanleiding van die inventarisatie komt er een rapport en dat rapport willen we dan bij de gemeente aanbieden en dan ook een laterale oplossing voor alle kernen hebben. Dus dat is eigenlijk het stappenplan waar we nu mee bezig zijn. Oké. Dus eigenlijk, conclusie van het verhaal, er is een probleem, maar dat moet wel gemeentelijk of misschien wel buiten Westland ook aangepakt worden. Want we hebben het ook over plaatsen als Maasland en dergelijke, waar hetzelfde probleem speelt. Precies. Dat moet wel met elkaar besproken worden. En er moeten oplossingen naar aanleiding van peilingen en inventarisaties. Ja, dat is waar. Alleen ik denk dat we eerst maar eens moeten gaan kijken naar het eigen gebeuren. Hè? Want we hebben heel veel nationaal en internationaal verkeer.
Dus ik denk dat we eerst maar eens kijken moeten naar de lokale bedrijventerreinen. Ja. En aansluitend dan met de buurgemeentes daar verder mee om de tafel. Oké. Yep. Rien, ik hoop oprecht voor jullie hier bij Teylingen dat het opgelost wordt. En als ik de volgende keer hier ben, dan hoop ik dat ik mijn auto gewoon normaal kan parkeren. Altijd welkom. Ja, dankjewel. En hartelijk dank voor je uitleg. Graag gedaan. Okay. Tot ziens. Dit was weer een uitzending van Ondernemersplein Westland. Heeft u nog opmerkingen of ideeën? Mail dan naar info@wos.nl. Heb ik graag nog één toevoeging. Als er nog Schravenzandse ondernemers zijn die lid van onze vereniging willen worden, kijk dan even op Vereniging Ondernemers Schravenzanden. Altijd welkom. Dankjewel. Dankjewel. Ik ben Said Dawari. Ik kom uit Naaldwijk. Ik ben 44 jaar oud. En ik ben op zoek naar een ICT-baan. Ik vind ICT leuk, daarom heb ik dit beroep gekozen. Ik heb al ervaring, ik vind het nog steeds leuk en wil ook doorgroeien. Ik heb 2 diploma's in MBO, ICT-medewerker 3 en systeembeheerder niveau 4. Ik ben als werkplekbeheerder goed in, als helpdesk-medewerker ben ik goed in. En als junior systeembeheerder ben ik ook goed in. Ik ben een rustige man met goede ervaring in ICT-gebied. Als helpdesk-medewerker, als ICT-medewerker, junior systeembeheerder. En doorzettingsvermogen. En ik wil ook graag doorstuderen. En beter werken altijd te doen. Ik ben Melissa Smalk, ben 24 jaar. Ik woon in Naaldwijk. Ik ben op zoek naar een baan in de zorg, een leerwerkbaan. En ik wil graag in de zorg werken omdat ik het leuk werk vind. En ik ben heel erg behulpzaam, sociaal. En ik vind het leuk om mensen te helpen. Ja, mijn moeder doet ook hetzelfde werk. En mijn tante ook. Dus het zit een beetje in de familie, dus het zit er wel in. Zeg maar. Ik ken Pieter van Vreest en Karijn. En Pieter van Vreest spreekt me wel aan om daar te komen werken. Ja, het is een groot bedrijf, ze zitten door heel het Westland heen. En mijn moeder werkt er ook, dus.